Een hele goede middag en welkom bij een nieuwe weekvlog. Het is maandag en Jasmijn en ik hebben hele toffe dingen gefilmd voor ons YouTube kanaal. En daarover later meer. Maar we hebben het dus geschoten, maar we hebben nog wel wat behind the scenes van. Want Jasmijn was niet zo goed met praten soms. Dus we hebben het behind the scenes van. Dus die zal ik nog wel eventjes laten zien, zodat je ziet hoe moeilijk het is. Het is best wel lastig. Wij gaan verder de hele studio opruimen, want het is één grote tering. Zo, ik heb ook de hele studio gestofzogen. Want morgen is er een klant van Jasmijn. En dat moet ook even allemaal netjes zijn. Dus we gaan eventjes alles opruimen, zodat alles netjes is. Nou, Jasmijn en ik zijn helemaal klaar. Je hoort waarschijnlijk wat gebruik van buiten. Dat zijn de kinderen die buiten spelen. Maar Jasmijn en ik zijn helemaal klaar met alles regelen. En ook alles schoonmaken en alles eventjes netjes maken voor morgen. Dus dat is echt top. Zo kan Jasmijn morgen heerlijk fotograferen met een klant die ze heeft. Ze heeft iMac al zo neergezet. Wij gaan nog eventjes iets ophalen. En dan gaan we lekker naar huis toe. En dan gaan we denk ik voorbereiden om eten te koken. En goede avond. Dus wij en ik zijn heerlijk even aan de wandel. Jee. We zijn eventjes een rondje Dave aan het doen. We zijn nu bij de IJssel. Achter me, heerlijk. Even een lekker wandelingetje maken, want vanavond gaan we lekker tv kijken. We hebben al gegeten, maar we dachten het is even lekker om een stukje te wandelen. En we hebben weer een hele goede aanbieding te pakken. 3 plus 1 gratis bij de Kruidvat. Nee, 3 is 1. Dus 3 is 1, sorry. 1 plus 2 gratis bij de Kruidvat. Ja, dat is echt super chill. Dus we hadden 20 euro korting en hebben we 10 euro betaald. Yes, voor 6 items. Dus dat is wel relaxed. Ja, voor oksel dingen natuurlijk weer. Deodorant. En douchefoam. Yes, altijd handig. Altijd handig. En we gaan nu alweer richting naar huis. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag dinsdag. Jasmijn gaat zo naar de studio. Ik ga krantjes lopen. En dan is het hopelijk dat ik Jasmijn vanmiddag weer zie. Een paar uur later. En Jasmijn is terug! Yay! We hebben heerlijk even geluncht. Dat was heel erg lekker. En Jasmijn gaat over een kwartiertje ongeveer naar de MS-mode. Ja, dan gaat ze eventjes kleding scoren. Hoop ik. Hoop je inderdaad. Broeken vooral. En daarna hebben wij een call met Dominique. En daarna hebben we nog een call waarschijnlijk. Dus het is best wel een drukke middag. En het is echt chill. We hebben vanmorgen schoonmakers gekomen. Die hebben alles hier schoongemaakt. Buiten onze hele politiek, zeg maar. Dat is echt super nice. Dus we zijn helemaal schoon. Dus daar zijn we heel blij mee. En ik ga nu even iets voor mezelf doen. Nee, Jasmijn is terug van een shopping streak bij MS Mode. En Jasmijn heeft een goede shopping streak gehad, want Jasmijn heeft 6 items voor 50 euro. Ja, en deze kost normaal 45 euro per stuk. Dat zijn de broeken die ik altijd heb. En die kosten normaal dus 45 euro per stuk. En Jasmijn had maar één broek. En nu 17,50 plus 1 plus 1 gratis. Dus ik heb nu voor 35 euro 4 broeken en 2 in-between truien. Dus ik ben heel erg blij. Een hele goede middag. Het is vandaag woensdag en het is 1:15. We hebben vanmorgen niet zoveel gefilmd, want mijn vader komt onverwacht langs. En daarna hebben we boodschappen gedaan. Zijn ze juist weer thuis, hebben net lekker geluncht. En nu gaan we richting het stemloket. Gaan we proberen te stemmen. Nou, eigenlijk gaan we gewoon stemmen. Tom moet alleen even kijken of het lukt, want hij staat nog ingeschreven in een andere gemeente. Dus even kijken of hij hier kan stemmen. Dus ja, daar gaan we nu naartoe. Nou, inmiddels heb ik gestemd. Het was echt super druk en niet coronaproof bij het stemlokaal. Maar goed, dat nemen we maar voor lief. Maar er is in ieder geval gestemd. Tom kon helaas niet stemmen omdat hij officieel in een andere gemeente staat. Dus helaas mocht hij hier niet stemmen. En om daarvoor nou speciaal richting een stemlokaal in zijn gemeente te gaan, had ik geen zin in. Dus ik heb in ieder geval wel mijn stem uitgebracht. En ik ga nu lekker bezig met het retoucheren van beelden. Yeah.
Er is zojuist echt iets super randoms gebeurd. Ik werd zojuist gebeld door BNN Vara of ik een... want ze hadden namelijk een blog van mij gelezen dat ik een Apple Watch had. En toen vroeg ze of ik volgende week vrijdag tussen 1 en, of tussen 12 en 1 tijd had om met mijn Apple Watch door de stad te lopen. En dat ze daar iets voor drie op reis of kassa voor konden doen. Dus dat is super spannend. Meer mocht ze me ook niet vertellen of ik daar interesse in had. Dus ik heb ja gezegd, want ik ben wel heel erg benieuwd wat het allemaal inhoudt. Dat ga ik volgende week vrijdag doen. Dus blijf vooral ook kijken naar de volgende week vlog om dat avontuur ook weer mee te krijgen. Heel erg benieuwd. Dankjewel Jasmijn. Zo heb ik het gedaan. Maar dan krijg je toch gewoon die standaard villagers? Nee, als je ze zeg maar... Heb je gisteren alles voor niks gedaan? Hoe heb ik dit gedaan? Oké, wel. Een hele goede middag. En ik heb het vanmorgen tegen ons mij gezegd. We zijn weer aan het bellen met Dominique. Want we kunnen geen één dag zonder met Dominique. Dus we zijn weer even aan het bellen. En goedemorgen. Goedemorgen. En welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag donderdag. Ja. Ja. En we zijn in de studio, want yes. We moesten... Dozen hier naartoe tillen. Want die hebben we volgende week nodig voor een fotoshoot. Dus we hebben even gedeeltelijk hier naartoe gebracht. En we gaan zo meteen weer naar huis lopen. Dus we gaan nog even een pakketje afdroppen die ze moeten terugsturen. Dus dat gaan we eventjes zo meteen doen. Eerst mijn optie met de achtergrond. Ja, dat ging ik jou zo laten zien. Nice. Hebben de vlogkijkers al gezien. Oh, echt? Ik nog niet. Ik ga even kijken. Ben benieuwd. Nou, alle dozen staan momenteel hier zo in de studio. We hebben hier nog even één doos extra bij kunnen toevoegen. Dus dat is top. Ze hebben nu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dozen staan. Daar staat er nog één. 9 dozen? Ja. 9 dozen. Super chill. Goedenavond, Jasmijn. Ik sta even aan de wandel. Yes. Ik heb het even gegeten. Lekker in de spits. Yes. En we gaan nu eventjes nog even naar huis wandelen en dan zijn we thuis. Goedemorgen, het is vandaag vrijdag en Tom en ik gaan zo richting zijn ouders. We gaan daar even gezellig koffie drinken en eventjes lunchen, dus dat is wel heel erg gezellig. Ik neem ook even iets voor hem mee, want ze zoekt namelijk al een tijdje iets bij de Dille en Camille, maar dat is steeds uitverkocht. En ze had het al, maar ze heeft het per ongeluk weggegooid met het plastic, aangezien ze daarmee de plastic aan de container vasthield. Dus dat neem ik voor haar mee, zodat ze die weer in gebruik kan nemen. Nou, en dit is dus hetgeen wat ze per ongeluk heeft weggegooid. Het zijn magneetjes in de vorm van een rondje. En ze had ze mij ook gegeven, dus nu gaat ze weer even retour. Een hele goede middag. Wij zijn inmiddels terug van mijn ouders. Het was heel erg gezellig. Het is inmiddels al bijna 2:30. En we hebben net al eventjes eten gekookt, want we hebben stoofvlees. Dat moet natuurlijk heel erg lang stoof is van 3 uur. Ze hebben net eventjes aangezet, wat heel erg nice was. En Jasmijn die werd onderweg met woorden gebeld door Camera Express. Heel raar. We hebben daar namelijk helemaal niks besteld. Ook heel erg lang geen contact meer gehad sinds 2018. Maar ik heb wel de oud-eigenaar van Camera Express, die oud-CEO of echt eigenaar, daar heb ik contact mee gehad. Dus misschien dat hij onze gegevens heeft doorgespeeld om iets te doen. Dus zeg maar even teruggebeeld. Want er is natuurlijk een servicemedewerker aan de telefoon, maar die wist er niks van. Ze gaan het intern eventjes opnemen om te kijken waarom Jasmijn werd gebeld. Dus ik ben heel erg benieuwd. Jasmijn heeft nog iets anders tofs te horen gekregen, dat ze voor sollicitatie mag voor een fotoopdracht. Dus daar gaan we zo dan even een appointment voor inplannen. Dus dat ga ik lekker doen. En ik ga nu even Drive to Survive kijken. Het seizoen is uitgekomen van een nieuwe Netflix documentaire voor Formule 1. En daar heb ik vanmorgen de eerste aflevering al bij gekeken. En nu ga ik de tweede aflevering kijken. Dus ik ben heel erg benieuwd. Tom en ik hebben net lekker gegeten. Ik heb de hele middag lekker boven gechilled. Maar Tom had het nog helemaal niet laten zien. Maar super lief. We hebben van zijn moeder. Hier zit een kaars in. En super schattig. Deze kaars. Dus we hebben 2 hele kleine kaarsjes die we leuk kunnen neerzetten als decoratie. Of gewoon voor gezelligheid. Dus dat is echt super lief dat we die mee hebben gekregen. En Tom en ik gaan nu lekker een stukje wandelen.
Het is zaterdag en Tom en ik hebben vanmorgen boodschappen gedaan. Maar Tom wou daarvoor eigenlijk vloggen, maar ik had hem gisteravond niet opgeladen. Mijn fout. Dus we hebben even boodschappen gedaan bij de Lidl en de Albert Heijn. Daarna nog heel eventjes snel naar de Dirk geweest om kattengrint te halen. Want we hadden geen zin om daarmee te zeulen. Daar hebben we zojuist de kattenbak verschoond. Maar zij heeft hem alweer vies gemaakt, dus dat is echt top. En we gaan nu de keukenkastjes uitruimen. En Tom heeft er heel veel zin in. Want ik loop er al een paar dagen over te zeuren. Maar elke keer wordt het maar gewoon terug het kastje ingedouwd. En het kastje ziet er echt niet uit. Dus ik heb hier nog wat mandjes staan. Dus ik hoop dat we die daarvoor kunnen gebruiken. Dus dat gaan we nu lekker doen. Nou, en dit was dus de rotzooi die ik bedoelde. Hierachter staan de borden. Dus elke keer moeten we dit zien te ontwijken. Nou, hierboven valt het op zich wel mee. Maar dit is één grote zooi. Dus dit gaan we even ordenen. Een hele goede avond. Wow, jullie zien me helemaal rood. Komt wij hebben heerlijke sfeerverlichting aan. Ik weet niet of jullie het kunnen zien. Een heerlijke sfeerverlichting aan in huis. Dan ben ik weer een beetje paarsig. Maar we hebben heerlijk even alles opgezet. Dan gaan we zo meteen een hele lekkere avond hebben. We gaan lekker veel dingetjes kijken, lekker switchen. Gewoon een hele leuke avond hebben. Dus we gaan even een zaterdagavondje beleven. Een hele goede morgen en welkom bij een nieuwe dag. Het is vandaag zondag. En vandaag is zondag, dat is normaal gesproken een chill dag, maar wij gaan het iets anders doen, want we moeten best wel wat dingetjes doen. We gaan nu eerst naar Jasmijn, naar haar moeder toe, die is nu thuis, maar we hebben gelukkig wel de sleutel daarvan. Dan gaan we even een boek ophalen over Formule 1, daarnaast gaan we nog wat spulletjes droppen. We moeten Jasmijn haar oude kat, het is eigenlijk nog Jasmijn haar kat, maar de kat bij haar moeder moeten we nog even gaan verzorgen. Want Jasmijn haar moeder die is momenteel niet daar, niet thuis, want die is ergens in Hoofddorp. Dus want dat moeten we nog eventjes doen, en dan gaan we nog eventjes naar de supermarkt snel. Om daarna thuis hier allemaal dingen te gaan schoonmaken. Want volgende week is echt een hele pittige week. En daarvan willen we gewoon goed voorbereid zijn. Dus dat gaan we allemaal wel zo meteen doen. Maar nu eerst eventjes naar Jasmijn haar oude huis. Nou, we zijn eventjes bij Jasmijn haar oude huis. Je hebt je ons best wel vaak gezien, mocht je ons al langer volgen inderdaad. En hier is Miggy, de kat van Jasmijn, als het opgetild wil worden. Oh, zwaar! Oké, wacht, ik flip hem even. Yay, hier is Mickey. Lekker zwaar. Hey. Wow, dit is een heel andere kat. Ja, bizar hè? Heel erg leuk, dus die gaan we nog even knuffelen, eventjes eten geven. Dus dat is ook wel belangrijk. Tom en ik zijn inmiddels thuis en we gaan nu lekker opruimen. Want Dominique komt natuurlijk hier dinsdag slapen. Dus we gaan nu lekker alles schoonmaken. Opruimen hebben we ook al een beetje gedaan in de kasten en dergelijke. Dus nu is het tijd om de rest echt schoon te gaan maken. Een hele goede avond. Jasmijn en ik hebben heerlijk gekookt en dan hebben we nog wat programma's gekeken. We gaan zo even een spelletje spelen. We hebben vandaag het vooral een beetje rustig aangedaan, vooral veel voorbereid. Want zoals we ook al hebben gezegd, volgende week wordt echt een hele zware week. Dus we gaan lekker even chillen nog en dan ga ik op tijd naar bed. En dan geeft Jasmijn ook nog even veel te kijken. Nou, Jasmijn en ik zitten heel erg lekker een spelletje te spelen. Wat gaan we spelen? Mouw. Het is een heel leuk spel, want het gaat zo'n soort van kaarten. Ja, het is hetzelfde als Uno, alleen dan met katten. En krijg je na elke ronde een katje, zeg maar, als je hebt gewonnen. Dat gaan we nu heerlijk spelen. We hebben, zoals jullie weten, een spelletjeslaan. Maar we spelen, vind ik, niet genoeg spelletjes. Nee. Dus we gaan hier gewoon heel eventjes lekker een kaartspel spelen. Gewoon even lekker. En dan ga ik over een uurtje ongeveer naar boven. Maar lekker Mouw spelen.
Nou, we hebben eventjes, zoals jullie zagen, het spelletje van katten gespeeld. Maar we hebben ook Jenga gespeeld, wat heel erg leuk was. Jasmijn zat nu eventjes aan het opruimen. Maar we gaan nu Woe is Woe spelen, oftewel Wie ben ik? Wie is wie eigenlijk officieel gezien als je translation doet. Maar we hebben een gezellige gast mee. Zullen we die ook zijn hoofdband omdoen? Al zien we. Dus die loopt ons te supporten. Chicky, wie ben ik? Niet vertellen, hè? Ze zit te kijken, maar ze snapt het natuurlijk niet. Dus wij zetten even het opruimen en dan gaan we zo lekker spelen. Hier? Ja, hè? Ja. Volgens mij lijkt het zo'n heilige. En mijn schat aan het zoeken, dat vind je moeilijk, hè? Nee. Het is niet mijn tijd. Ja, deze zit ook nog gesield. Dat wist ik. Daarom heb je een ander gepakt, zeker. Deze ken je okay. Zeker niet. Oké, jawel. Oké. Oké, wat is het? Ook nog in het Engels, hè? Dat helpt ook niet. Wat wil jij zijn? Ik hoor net dat ik wat moet zijn. Nee, wat of wie? Wat. Wat, oké. Okay. Wat wil jij? Wil je mij ook filmen? Oké. Ik wil ook wat zijn. Oké. Hey Jasmijn en ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken van deze weekvlog. Vergeet zeker niet te abonneren en een reactie achter te laten. En dan zien jullie natuurlijk graag de volgende keer weer terug. Doei! Doei!